Ik sta hier met Emmo Meijer namens SourceB op de netwerkbijeenkomst BB in Assen. Emmo, je had het tijdens de plenaire sessie over het gebrek aan commitment onder bedrijven. Wat moet er veranderen zodat dat commitment van bedrijven om echt mee te investeren in de biobased economy er ook komt? Ja, het is voor mij een heel groot punt. Hè. We hebben heel veel projecten, programma's, heel veel ideeën. Maar uiteindelijk als bedrijven niet echt gecommitteerd zijn om het naar de markt te brengen met investeringen die daarvoor nodig zijn, ja, dan gebeurt er eigenlijk te weinig. Commitment van bedrijven heeft alles ook te maken met wat er maatschappelijk gaat veranderen. Dus de hele transitie naar een biobased economy, dat is niet afhankelijk van enkele projecten, maar dat is een totale maatschappelijke verandering. En als bedrijven dat beginnen te voelen, dat de consumenten daar ook om gaan vragen, ja, dan komt er veel in beweging. Maar nu vragen consumenten nog te weinig om biobased producten of willen er te weinig voor betalen? Ja, in feite is de consument wel een beetje aan het zet. Het klinkt een beetje gek natuurlijk dat ik het zo formuleer. Maar als consumenten niet nadrukkelijk om duurzaamheid gaan vragen, om biobased verpakking bijvoorbeeld gaan vragen, dan zal er op termijn nog maar heel weinig veranderen. Ja. En wat is de sense of urgency? Van welke termijn moeten die producten gerealiseerd worden? Willen ook de publieke investeringen nog verantwoord worden? Ja, nou ja, die publieke investeringen moeten doorgaan, want anders is er geen enkel momenten meer als je dat zou stoppen. Maar je praat over in biobased ook, ja, behalve de misschien korte termijn successen, praat je ook over heel veel ontwikkelingen die nu aangezet moeten worden om op middellange termijn effect te hebben. En het zal niet een transitie zijn van vandaag op morgen. Het zal een transitie zijn die zich over een aantal decennia uitstrekt. Maar we moeten er nu wel mee starten. En wanneer het moment komt dat je eigenlijk kunt zeggen, nou, er is geen weg meer terug, hè, wat toch veel consumenten geloven. Hè. Mm-hmm. Hè, als de schaliegas ineens zo goedkoop wordt, denkt iedereen, ach, het valt wel mee. Hè. Dan is de urgentie weg ineens. Over dat punt moeten we heen komen, dat dit een irreversibel, onomkeerbaar proces wordt. Maar zijn we dan niet misschien te vroeg begonnen? Er is nog geen sense of urgency in de maatschappij. Zijn we dan niet te vroeg begonnen? Ja, maar kijk, het is meestal zo als de urgentie er echt is, heb je altijd het gevoel dat je te laat geworden bent. Ja? En dus het is het fijne spel tussen wat aan maatschappelijke verandering op ons afkomt en wat er nu ook technologisch al mogelijk is. Ja, en waar die balans precies zit, moeten we echt gaan uitzoeken in de komende periode. Maar daar zullen mogelijkheden zijn, er zullen ook onmogelijkheden zijn. Maar uiteindelijk, als je over zo'n transitiefenomeen praat als de biobased economy, is de maatschappij aan het zet. Ja? En daar spelen ondernemingen in, daar speelt de overheid in, daar spelen kennisinstellingen in. Maar we kunnen niet vanuit een setting komen van kennisinstellingen, overheid en ondernemers als de maatschappij er niet aan toe is. Ja. Dankjewel.